Hallo iedereen. Hier zijn we nog maar een keer. Wat gaan we vandaag doen? Beginnen met vier verschillende soorten raglan. Maar ik ben dus hier begonnen en dit is dus de raglan voor een top-down trui. Ik ga kijken voor, om de volgende keer het omgekeerde te doen, dus voor een bottoms-up trui. Omdat dat natuurlijk een andere manier is. Hier zitten vier verschillende manieren in. Bij deze heb je aan elke kant een dwarsliggende draad. Bij deze is het gewoon een beetje de steken die uit één steek komen, zeg maar. De volgende is de onzichtbare. En last but not least, de gemakkelijkste. Met de gaatjes, maar dan is het fantasie. Oké, ik heb nu wel niet evenveel steken opgezet, want het zou te lang duren. Ik heb 11 steken, dat is meer dan genoeg. Ik begin met een markeerde te steken voor mijn middenste steek van mijn 11 steken. Dan heb ik dus 5 aan elke kant en 1 middenste steek. Daar steek ik mijn markeerder. En ik brei tot aan de markeerder. En aan deze kant gaan we onze met onze linkernaald onze tussenlus ophalen en onze steek vooraan breien. En dan doen we aan deze kant precies het omgekeerde. Gaan we onze lus met onze linkernaald vooraan opnemen en achteraan breien. En dan breien we verder onze rechts naar het einde. En nu gaan we een rij averechts breien. Anders komt er niet veel van te zien. En ter informatie, ik heb ondertussen al een paar mooie projecten opgeslagen voor de komende winter. Onder andere een eenvoudige Icelandic trui om mee te beginnen. Later kunnen we dan een meer ingewikkelde versie maken. Een trui met de verkorte Duitse rijen die we vorige week gezien hebben. Met de hals hoger achter dan voor. En ook op hetzelfde moment een hele mooie trui van gemaakt. En er zijn nog zaken waar ik zo moeten gaan kijken. Ik weet het niet meer van buiten. En u ziet dus de twee steken. En u ziet hem maar aan de ene kant, dat kan niet. We gaan het nog een keer opnieuw doen. Maar dus is het gewoon 2, 3, 4, 5. Oh nee, dus dat voor de markeerder, want nu zijn we ondertussen al met 6. Dus deze lus tussen de steken halen we langs achter. En breien we langs voor. We leggen onze steekmarkeerder en hier doen we hetzelfde. We halen de lus op, maar we nemen hem langs de voorkant. En we breien hem langs de achterkant. En nu zie je wel die baar dat er ligt.
dat is ook gewoon eigenlijk een manier van meerdere met een klein beetje accent. Dat je wel kan zien dat je daar je raglan gemeerderd hebt, maar geen grote, dat valt niet op. Niet overdreven, anyway. Die moet naar daar, anders gaan we niet kunnen breien. Naar de truien waar ik het over heb, de project, heb ik dus gevonden op hobby, op de gratis patronen. Ik ben nog niet rond, ik heb nog maar 2 pagina's van de 15 bekeken, of 3 pagina's. Maar ik zal de links doorsturen, of op mijn Facebook zetten, en eventueel onder mijn video's. Maar als jullie dan toch geen Facebook of geen mogelijkheid hebben om naar YouTube te, naar hobby te gaan, dan geven jullie mij gewoon een seintje als het zover is en dan mail ik het gewoon door. De beschrijving, want ik heb ze opgeschreven voor alle zekerheid. Dus dat is de eerste manier van meerdere. U ziet dus die streepjes, die dwarsstreepjes. En die heb ik hier ook. De volgende kunnen we gewoon 2, 3, 4, 5. 6. En om hem gewoon onzichtbaar te meerderen, gaan we opnieuw die draad tussenin opnemen, vooraan de steek en langs achter breien. Dan 2 steken. Ertussen zo gezegd. En dan doen we op nu precies hetzelfde, dus de steek opnemen vooraan en achteraan breien. Dat is de onzichtbare manier. Gaan we ook 2 keer doen. Nou, ik brei ze niet op de volgorde van het proeflapje, omdat het eigenlijk niet zo goed zichtbaar was dat er verschil in zat. Dus met de winter gaan we er dan weer net zo lang video's van maken. Samen breien. Dan brei ik mee met jullie. Heb ik ook meer tijd normaal gezien. De avonden zijn langer. Dan blijven we niet zo lang buiten. Alhoewel dat nu het weer niet echt toelaat om lang buiten te lopen. Of te zitten. Maar ik ben s'avonds nog wel graag een keer bezig in de moestuin.
dus opnieuw insteek voor. We nemen de draad op met ons linkernaald, gaan we erin en we breien hem langs achter en dan breien we twee steken. Ja, en die steekmarkeerder laten we erin, dat we weten waar we moeten meerderen natuurlijk. Ja, ik ben weer te rap. Dus we nemen onze draad tussen onze steken, we steken onze naald eronder en we breien hem langs achter. Dus u ziet, deze is zo goed als onzichtbaar gemeterd. Ik ga nog een rij averechts doen. Ja, het is eigenlijk wel erg dat we nu, begin juli, nog moeten een trui aandoen of een sweater, omdat het eigenlijk te koud is. Maar ja. En nu gaan we gewoon recht breien. We gaan nu weer een andere manier doen. Een beetje een variant op de eerste. Nu gaan we breien tot één steek voor de steekmarkeerder. En daar zijn we. We nemen de steek op. We steken onze naald eronder langs achter en we breien hem langs voor. Nee, ik heb mijn draad niet mee volledig. En dan breien we deze rechts en ook de eerste steek naar na de steekmarkeerder halen we opnieuw die draad op. Met de linkernaald gaan we langs voor in en we breien hem langs achter. Het komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. Het is gewoon de manier waarop of de plaats waar u de meerderingen doet dat het verschil maakt. En heel veel verschil is er niet. U kiest er gewoon de manier uit dat u het liefste breidt, wat voor u gemakkelijkst is. Maar voor beginnelingen is de laatste de makkelijkste. Gaat ook het snelste gaan. Onze markeerder mogen we niet vergeten.
Maar voor we aan onze IJslandic trui gaan beginnen, gaan we eerst de patroontjes breien om te kijken als het goed zit. Dus hier ziet u ook de steken komen eruit, overal eigenlijk een beetje, behalve bij de eerste manier. Daar ziet u niet zo goed de steken naar links lopen of naar rechts. En dan gaan we nu de laatste manier doen. We breien rechts tot één steek voor de markeerder. Daar zijn we. Wat gaan we doen? We gaan onze draad leggen achteraan. We gaan hem gewoon rond onze naald leggen. Eén steek breien, markeerder verzetten, nog een steek breien en opnieuw onze draad van achter naar voren, terug naar achter, rond onze naald. Voor een zomertrui is het bijvoorbeeld wel een mooie methode ook. We breien een rij averechts. En als u in het rond breidt, wat ik nu niet doe, omdat het te lang duurt en omdat ik te veel steken moet opzetten, moet u natuurlijk altijd één rij meerderen en één rij gewoon rechts. Dus niet elke rij gaan meerderen of ga minderen als je raglan breidt, afhangende van welke soort. Want dan hebt u een heel korte oksel en dat gaat niet. Dus onze draad, onze omslag, ik was aan het babbelen weer al. Onze omslag breien we gewoon langs achter, averechts. Ik ga nog een rijtje doen, want van deze zie ik niet zo goed. Dus we breien rechts tot één steek voor onze markeerder. En die markeerder erin laten is natuurlijk heel belangrijk. Vooral als beginnelingen. Dus één steek voor onze draad van rond onze naald, één rechts, nog één rechts, een draad. Ik zal de rij averechts terugkeren.
mijn brein, de lus, de omslag, dus langs achter, gewoon averechts. Onze markeerder niet vergeten overhalen, want dan breien we opnieuw onze lus. En breien we averechts tot op het einde. Oké, dus u ziet, dit zijn de vier verschillende manieren van raglan breien. Je ziet wel merkelijk een verschil, maar raglan is raglan en ja, hier ziet u dus de twee dwarsstreepjes. Als je er een steek tussen doet, zitten de dwarsstreepjes aan die kant. Maar mijn garen is niet duidelijk, het werkt niet duidelijk. En dan heb ik de onzichtbare dus gemaakt. En dan nu met de gaatjes, de fantasie raglan. Maar dan ook de makkelijkste voor beginnelingen. En dat is het voor deze keer. Allemaal dingen om te kunnen oefenen. En wat u ook breidt, u kunt de gemakkelijkste manier voor u gebruiken om de raglan te breien. Veel plezier en tot de volgende. Dank voor het kijken.